Hallo lieve kijkbuiskinderen, live vanuit London Heathrow. Ik ben even later. Spreek hier tot jullie reisverslaggever DJ. We hebben tot nu toe een zeer voorspoedige reis gehad. We hebben ons echt de lipblazers gerend hier op Heathrow, omdat wij maar een half uur hadden om over te stappen en ook nog een half uur vertraging. Dus eigenlijk 0 minuten om over te stappen. Waar het niet dat er helemaal geen bal van klopt en dat ze dat gewoon doen om de reizigers een beetje op te jutten. Maar dat geeft niks, we zijn nu weer relaxed. Het komt helemaal goed, want we zitten bij Starbucks Coffee, the best coffee in London en omstreken. Oké, nou dat was het voor vandaag en we spreken elkaar weer in Muscat. We hadden toch zo'n geluk in het vliegtuig, want we werden ontzettend opgewaardeerd van business class naar economy class. Nou, dat is wel heel kort. En hier zie je wat foto's van onze overheerlijke maaltijd met tot slot het lekkerste toetje. En dit is op het vliegveld in Trivandrum. Vanakkam. Dag. Vanakkam. Zo, vanakkam. Nou, daar komt onze tas. Ja. Lekker snel. Ja, het is ongelooflijk, maar we werden dus opgewacht door een uitzinnige menigte. En die heb ik even vastgelegd, dus geniet ervan. Zo, dat is wel even iets anders dan vorig jaar, hè schatje? Ja, we hebben nu gewoon een complete hotelkamer. Groter dan dat we ooit hebben gezeten. Echt niet normaal dit. Bedroom, nou daar is het balkon. Daar is de badkamer, maar dat laat ik allemaal nog wel een keer zien. We gaan nu even naar de jongens. Uitzicht op zee. Het is waanzinnig. Het computertafeltje. Alles erbij, alles erop en eraan. Het is geweldig.